President Desiree Bouterse, die vandaag zijn 72e jaardag viert, neemt aan het eind van deze maand het roer weer over. Het staatshoofd moest op advies van zijn artsen enkele weken rusten. Het Nationaal Informatieinstituut meldt dat de president gedurende zijn rustperiode goed contact heeft onderhouden met de waarnemend president Ashwinadeen. Daarnaast was er ook contact waar nodig met enkele ministers. Het staatshoofd benadrukt tegenover het NII dat het goed gaat met het land, maar hekelt het feit dat er burgers zijn die Suriname negatief afschilderen. Volgens Bouterse staat ons land in de belangstelling bij investeerders. Suriname zal economisch gezien zoveel als mogelijk voordeel hieruit moeten halen. President Bouterse roept een ieder op om de handen bij elkaar te steken om in verenigde krachten dit land naar verdere hoogte te stuwen. In gesprek met Bakanatori spoort president Bouterse verder aan tot mentaliteitsombuiging. Volgens hem is Suriname een gezegend land. Los van kleine rukwinden kennen we geen grote rampen, gaf het staatshoofd aan. Het land heeft veel potentie en vooral de goudsector doet het goed. En de vooruitzichten in de aardoliesector zijn hoopgevend. Het ligt aan de Surinamers zelf om er het beste van te maken, meent hij. Wij moeten nu af van de negativiteit en beseffen dat dit land uitverkoren is. Ten aanzien van zijn genezingsproces zegt het staatshoofd dat het goed gaat. Het medisch team dat hem bijstaat is enthousiast en positief over het feit dat de president weer volop aan de slag gaat.